Ben je op zoek naar de goedkoopste FIFA 16 Ultimate Team coins? Ga dan naar fifacoinsfc.com en gebruik de code DNPNL voor 5% korting. Naast de supergoedkope prijs hebben ze ook een instant delivery system, wat dus betekent dat als je bestelt, je coins binnen 2 minuten krijgt. Veel plezier met de video. Hallo mensen, Koen van Oprisnel met vandaag een nieuwe video voor jullie. En vandaag ben ik hier weer met een nieuwe Roto 190 FUT-draft. De vorige keer werd echt super goed ontvangen en daar ben ik echt super blij mee. En daarom zijn we hier weer opnieuw. Ik ga weer 5 FUT-drafts maken. Als je deze video's kunt liken, zou het super awesome zijn. Ben je nog niet geabonneerd op mij? Dat kan ik beneden. Blijf op de hoogte wanneer ik een nieuwe video upload. En als jullie nog niet mijn laatste video hebben gezien, dat was een nieuwe serie van mij. Namelijk Ronaldo's Roulette. En die video heeft 13.000 likes. Al meer dan 13.000 likes. Is echt insane. Daar wil ik je echt super erg voor bedanken. Hebben we niet gezien? Staat een linkje in de beschrijving. Als we deze video ook 13.000 likes hadden, zou het nice zijn. Dat is natuurlijk een prank. 3.000 likes zou super awesome zijn. Vergeet jullie niet te liken. Want dan weet ik ook dat jullie dit nog steeds leuk vinden. En dan gaan we gewoon weer proberen. 190 verder af mensen. We gaan gewoon starten. Ik heb een paar tips van jullie gekregen die ik uiteraard ga gebruiken. 3-4-1-2. Uitstekende opstelling. Beter kan niet. Let's do this. Wat krijgen we? Oh, dit is zo slecht. Ik ga niet voor deze Messi, want ik kan 99 Messi krijgen. Dus ik ga voor Ibrahimovic. En hopelijk krijg ik hier Ronaldo gewoon gelijk. Ja, dit is... Oh, ja, oh, dit is heel kut. Even kijken. Nee, ja, ik ga even anders. Ik ga het even anders doen. Ik ga het even anders aanpakken. Ik kreeg het... Jezus! Ik kreeg dat mensen zeiden dat ik meer moest letten op chemistry. Dat de hoogste rating dat ik die links moet zetten. Ik heb daar ook mijn webcam veranderd. Zodat het niet meer in beeld zit. Dat is wel chill. Robben. Ik moet meer letten op chemistry. Je ziet het. Het gaat lekker. Er is helemaal niks mis mee. Dit is heel slecht. Ja, Lallana. Ja, iedereen pakt natuurlijk chemistry met die foot. Dat is wat nice. Ja, het gaat... Ja, het gaat lekker. Hebben we niks aan. Dan gaan we wel voor... ja, die. En dan kunnen we deze omwisselen. Hop. En plus 9 chemistry. Niks mis mee. Hoppa. Op zich, de spelers zijn nog helemaal niet... Ja, dat moet ik ook gewoon niet zeggen. Ik moet gewoon mijn mel houden. Klaar. Dit is zo dom. Oh, heel slecht. Ik ga maar voor hem. Dat is de hoogste. En hij heeft nog een beetje chemistry met Yaya Touré. Dit gaat helemaal niks worden weer. Dit gaat weer echt helemaal niks worden. Kijk, ik ga over KME niet. Jongens, ik heb 50 teamrating en 69 chemistry. Oh, je kunt het nu zien natuurlijk. Ik ben... Ja, what the fuck. Oh, ja, lekker. 98 Ronaldo. Dat is een goed begin. Dat is een heel goed begin. En dan dit. Ja, dat is weer kak. Gewoon ben ik gewoon heel eerlijk in. En 92. Oeh, Neymar. Ga ik voor Neymar al? Of ga ik wachten voor Team of the Year? Dat is wel een enorm verschil. Nee, ik ga voor Team of the Year. Ik ga het gewoon proberen. Ik neem het risico, mensen. Echt waar. Schiet me maar alvast in de comments. Want waarschijnlijk gaat het toch weer niet lukken. En dan ben ik weer de lul. Oké, Griezmann. Dat is wel nice. Die kan ik dan straks voorin neerzetten. Oh, en Bill. Dat is ook heel nice. Ik heb ook Iniesta, maar ik heb natuurlijk net Griezmann gekregen. Benzema. Oh, jongens, dit gaat uitstekend. Jammer dat ik waarschijnlijk de chemistry nooit ga halen. Ja, dit is weer heel slecht. Oh. Ik mis iets, want ik ga veel te snel. Ik ga voor die Gasper. Nee. Ik ga voor Abdennour. Die kan ik namelijk prima daar neerzetten. 85 rating nog steeds, maar ik kan ze ook nog heel veel wisselen. Maar ik denk niet dat het zo goed gaat worden dat ik op de 90 kom. Dan zou ik wel echt hele goede wissels moeten hebben. Oké. Nou, gaan we nu even kijken, mensen. Halen hem eruit. We hebben nog maar 84 rating nu. We hebben 100 chemistry, maar nog steeds 84 rating. Dat is heel slecht. Ja, hier begrijp ik natuurlijk weer de ballen van. Ik snap er helemaal niks van hoe dit maar 86 rating kan zijn. Want dit team is helemaal niet verkeerd. Het team is helemaal niet verkeerd. Ik heb maar één team hier weliswaar. Maar ik heb fucking veel... Ik heb 93 rateds. En een legend. Ik heb natuurlijk wel een zilver, dat is wel slecht, maar toch. Oké, nou, 186 rating. Helaas, de eerste was niet om over naar huis te schrijven. Ja, dit maakt niet uit, want ik heb natuurlijk al full chemistry. Laten we doorgaan naar de volgende. En hopelijk wordt hij beter. 186, gewoon prima, maar what the fuck? Balen. Zo, kom ik hier in een team met 188. Holy shit, lekker teampie. Niks mis mee. Oké, let's go. Nummertje 2. Let's do this, fam. 3 in de weg. Heel kut. Ja, heel kut. Oh, heel balen dit. Ja, dit is heel balen. Maar dit is 2 spitsen nog wel, is nog wel oké. Alsjeblieft, Messi. 94, heel erg vervelend. Wel Ronaldo, is wel lekker. Oké, in ieder geval dan hebben we die links midspot, hebben we niet meer over na te denken. Die is altijd heel slecht. Ja, dit is zo kak weer, jongen. Oh, ja, dit is lekker. Dit is lekker. Nou ja, ik ga hem voor Suarez, puur voor de chemistry. Hier krijgen we sowieso weer een kakje. Ja, ik had gelijk, een kakje. Heerlijk, niks mis mee. Isco, ja, even voor de chemistry ook wel. Ja, ik heb ook nog nooit die 90 rating gehaald. Eigenlijk wil ik wel een keer die 90 rating halen, mensen. Ik ga denk dat eerst een keer proberen. Dan ga ik de volgende proberen. Om even een 90 rating in ieder geval een keer te halen. Of even rating ook te maken met chemistry, dat weet ik niet. Dat zou best wel kunnen trouwens. Die gaat trouwens helemaal niet zo slecht met chemistry. Oh, dit is heerlijk. Dit is helemaal niks mis. Dit is niks mis. En Varaan. Oh. Dit kan wel eens wat worden. Alleen heb ik een beetje slechte spelers. Dat is wel jammer. En als keeper... Dan gaan we maar voor de 87 Czech. Want we hebben toch al veel chemistry. 87 rating, 82 chemistry. Ik zie hier nog wel wat moois uit bloeien. Zeker als we hier Neymar krijgen. En deze keer kiezen we hem gewoon. Ik ga niet weer zo'n domme fout maken. Hopelijk kunnen we die Messi nog krijgen. Dat zou echt uitstekend zijn. Oké, kom op. Misschien nog een lekker keepertje. 86 spits. Die haalt wel wat meer chemistry. Ja, die allemaal niet. Dus ik ga wel voor Costa en zet ik hem wel meteen in. Zo, hop. Misschien een Pepe of zo. Nee, dat is heel slecht. Ja, dat is heel slecht. Dat is echt heel slecht gewoon. Sanchez.
Ja, die 86 is ook wel goed. We hebben nu 87 teamrating. Kijk, dit is uitstekend natuurlijk. We hebben nu 34 chemistry, 87 teamrating. Dit is ook uitstekend. Dit gaat helemaal niet, er is helemaal niks mis mee. Wel min 1, maar wel nog steeds 87 teamrating. Hoe dat kan, geen idee. Kom op. Ja, 84 dan ging naar beneden. Oké, top. We hebben nu 93 chemistry, wat jullie ook gewoon kunnen zien. Ik weet niet waarom ik het zeg, maar je kunt het gewoon zien. Ja, kijk, deze hoge rating. Maar dit is meer chemistry. Maar ik heb daar geen chemistry meer nodig. Dus ga ik voor Müller. Dani Alves. Heerlijk. Dani Alvesje. Die zetten we gewoon even hier neer. Dat is min 3 chemistry. Ga ik niet doen. Mike Smalling. En wie hebben we als laatste? Goede keeper. Ja, heel kut. Ja, dat is heel kut. We hebben weer 86 rating, jongen. We hebben nu 87 rating. Nu is het 88. 88 rating. Oh. Maar ik haal geen 100 chemistry. Dat is wel jammer. Op plus 3 als ik hem erin zet. Maar dan haal ik het alsnog niet, hè. Dan haal ik het alsnog niet. Nee, dan haal ik het alsnog niet. Helaas. Pindakaas. Oké, dit was wel. Even kijken of ik nog een coach, of ik het dan nog enigszins op kan halen. Met Barclays hou ik 98 chemistry. 97, 97, 99. Nee, ja, 88 rating, 99 chemistry. Ik kom in de buurt. Ik ga het nu gewoon nog een keer, want ik moet er nog 3 natuurlijk. Maar bij de volgende ga ik gewoon puur op rating. En ga overal de beste speler kiezen en kijken of ik dan 90 kan krijgen. Al weet ik niet of chemistry daarmee meespeelt met de rating. Zie ik straks wel. Let's do this. 2 legends, holy shit. En maar ik kom echt tegen zieke teams. Oké, derde draft. Volledig voor rating. Volledig voor rating. 3, 4, 2, 1. Oké, let's do this. Let's do this. Volledig voor rating. 96 Messi. Doen we. Oh, hij begint ook daar. Dat is echt heerlijk. Oké, dit kan wel is een heel lekker drafje gaan worden. Oké, we gaan hier door. Als ik wil. Heel kut. Maar oké, ja, deze is goed. 86. Oh, is het heel slecht eigenlijk. Want normaal krijg je altijd wel hoger. Ja, kak. Vol chemistry, jongens. Rating het is. Hoogste, wie is de hoogste? 81. Wie is hier de hoogste? 81. Guardado. Heel slecht. Dit is echt heel slecht. Oké, ik ben benieuwd. Ik ben echt benieuwd wat hier uitkomt. Dit is heel slecht. Ja, ja, ja. 77. Keepertje even nooit team die hier zo heel fijn. Ja, dit is echt heel kak, jongen. 87 rating beginnen we mee. Oké. Ik ben benieuwd. Gaan we door. Bill, Benzema. Wie kan hoger? Dat is allebei de hoogste. Laten we maar voor Bill gaan. Gaan we voor Bill. Oké, gaan we door. Even alsnog Benzema. Ronaldo, 97. Gaan we door. 81. Wat gebeurt nu als we die er nu inzetten? 89 rating hebben we nu. Holy shit. Oké, 90. Oh, nog steeds dezelfde rating. Dat is wel jammer. We moeten even een nieuwe keeper of nieuwe centerback. Holy shit. 90 rating. Maar we hebben zo'n slechte chemistry. Nog steeds 90 rating, jongen. Nog steeds 90 rating. Oh mijn god. Nee, 89. Nee. 9 chemistry. Maar deze chemistry ga ik echt nooit halen. Nee, nooit. 90. Goeie jongen. Dit is 90. Oké, we hebben 90 rating. Ben ik blij mee. Helaas is het voor de rest vrij kak. Ja. Dit is toch vrij kansloos als ik heel eerlijk ben. Nee, helaas. Oh, en nu heb ik weer 89. En nu weer 90. Oké, 90 rating in ieder geval. Ja, de chemistry, laat het daar maar even niet over hebben. Ik wil nog even proberen 91 rating te krijgen. In ieder geval, een 90 rating is gelukt. Maar helaas, ja, hebben we 62 chemistry. Maar 90 rating is gelukt, oké. Dit was dus al vrij moeilijk. Kan je nagaan als je ook nog eens 100 chemistry moet krijgen. In ieder geval, het kan dus wel door naar de vierde waar we het gewoon nog een keer gaan proberen. We gaan het gewoon nog een keer proberen. 90 rating, ben ik al blij mee. Let's go. 3, 4, 2, 1. Uitstekend. Let's go. Goeie. 99 Messi. Let's go. Lekker. Beter kan je niet beginnen. Oké. Voor wie gaan we nu? Gaan we laten we maar rechts buiten doen. Bill. Dit gaat echt uitstekend tot dit toe. We gaan nu een keer met de centerback. Je hebt altijd na 2 goeie krijg je een slechte, maar dat valt nu ook wel mee. En dan gaan we nu met 1 wissel beginnen. Ach, dat die Maria. Hop, lekker. Dan gaan we nu door met links buiten. Dat is dan Ronaldo. Nee, dat is Neymar. Maar die ga ik niet kiezen. Want 90 Neymar ga ik echt niet kiezen. Nee. Want Neymar krijg ik sowieso nog een keer. Hoop ik echt heel erg. We gaan nu even een beetje voor rating hier links. Want dat moet wel lukken. En een goeie. Dit is heel jammer. Charles, die moet ik dan wel even voor chemistry. Oké, let's go. 69 rating tot nu toe. Ja, 89 Iniesta. Laten we daarvoor gaan. Ja, slecht. Maar maakt niet uit. Wel chemistry. Chemistry is ook belangrijk, mensen. Hebben jullie net gezien. Gaan we voor Pepe. Want Godin kan je veel hoger krijgen. Echt veel hoger. Nee. Pak het bonk, Demi Hele. Dat was niet de bedoeling. Oh, heel kut. Nee, als ik hierdoor straks niet haal. Fok off met zilveren keepers houden. Heel kut. 87 rating beginnen we mee. Nou, hier word ik helemaal niet vrolijk van. En even goeie. Nee, ook niet. Word ik helemaal niet vrolijk van. Alles behalve vrolijk. Oh, dit is echt heel slecht. Dit is weer zo'n kakbank. Want dit zijn je beste spelers die je krijgt. Oh. Oh, Codinietje, dat is wel lekker. Want dat zei ik nog. Die komt waarschijnlijk nog wel. Kijk, ik heb in ieder geval 94 chemistry. En nu nog een goede keeper. Maar daar haal ik het nooit. En we hebben geen keeper. Ja, 86 keeper. Maar ja. Oké. Lekker. Susueta op goal. Oké, 88 rating. 96 chemistry. Balen. Helaas. Weer niet gelukt. Ik begin nu toch wel een beetje moedeloos te raken. 185 rating, maar echt heel slecht. 88 en 97. Op mijn laatste fut draft.
En hopelijk lukt het daar. Hopelijk lukt het daar. Let's go. Tegen 187 team. Niks mis met het team, Piet. Oké, daar gaan we dan. De laatste. En hopelijk krijgen we een goede opstelling. Anders zou het heel vervelend zijn. Dit zou heel vervelend zijn. Dit is heel vervelend. Oh, dit is heel kut. Oké, we gaan maar voor deze. We gaan gewoon een keer 4 in de back proberen. Met 3 in de back lukt het namelijk ook niet. Ja, dan kijk die Messi. Kijk, daar heb je hem wel, die Messi. Maar ja, dat is nog kwakkie gewoon. Neymar, 98 Ronaldo, let's go, dat is wel heerlijk. Oké, dan gaan we nu voor de linksback. Die is toch altijd slecht. En je krijgt hier nu het altijd een slechte. Dit valt nog mee, dit is nog best decent. Gaan we nu voor de rechtsback. Dani Alves, ja kijk, nu krijg je dan een slechte. Je krijgt altijd slechte spelers, krijg je erbij, dat is logisch. Gaan we nu voor de spits, want we hebben net een slechte gehad. Griezmann in vorm, hopelijk kunnen we dan zo ook een goede Benzema krijgen. Moet ik gewoon niet, trouwens moet ik niet doen, maar ja, oké. Doe het gewoon weer fout. Deze, we gaan even voor rating. Nog meer rating, 89, let's go. Informe Team of the Year Modric. Nee, helaas, Pindakaas. Nee, niet die, we gaan voor hem. Voor de chemistry, Parejo. En nu even 2 centerbacks en de keeper. Ik denk nog even wachten met mijn keeper. Want de laatste paar keer is mijn keeper iedere keer zilver. Daar heb ik helemaal geen zin in. Balen. Ik heb 86 rating, 80 chemistry. Dat is prima. Nee, Marretje, ik ga hem deze keer niet laten schieten. Ik ga er gewoon voor. Ik heb een center mid nodig, jongens. Een center mid. En Bill. Oeh, dat is heel lekker. Dat is heel lekker. Wat krijgen we nog meer? Fuego. Dat is ook goed. Zetten we hier erin. Hop. Dus 11 chemistry. Wel een rating naar beneden, maar maakt niet uit. Dat rating proberen we straks nog wel te fixen. Codinetje, niks mis mee. Codinetje, die kan hier. Dus plus 6 chemistry. Ik moet even slechter kijken, want dan kan ik daarna de keeper kiezen. Neuer. Oh, het werkt niet. Het is altijd nog heel kak. Ja, lekker. In ieder geval 7 dat rating, 100 chemistry. Dus rating, jongens. Rating. Geef me alsjeblieft een goed. Hoe gaat me dit ooit lukken? Die is niet eens de hoogste. Ik heb zoveel down. Oh mijn god. Oké, ik ben eigenlijk nog best opvallend dichtbij gekomen. Rating is 188. Dat is volgens mij mijn beste, 188. Van iedere keer, dus dat is op zich wel nice. Als meer 6 kennis ga ik niet doen. Mensen, 188 sluiten wij mee af. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Als je het leuk vindt, dan zeker niet te liken. 188, nog maar 2 ratings. En dan ben ik er. Oh, oké. Kan nog wel even duren, maar ik ga in ieder geval weer mijn best doen in de volgende aflevering. Vond je het leuk? Vergeet je niet te liken. 3000 likes zou super aan zijn, moet ik zeggen, lukken. En zeg ik like voor je reactie. Abonneer de volgende keer. En zeg doei. Later.